Het begint als volgt. Er zat een vrouw met haar knieën op het ijs van Tialf. Haar armen wezen naar de hemel. Ze huilde. Ze had verloren en ze had niet eens geschaatst. Mariska heette ze. Iemand had haar vlak daarvoor verteld dat haar broer Sjoerd er niet meer was. Hartstilstand. Op zijn 27ste. De rest van de avond dacht ik aan haar. Aan haar vader. Aan haar moeder. Aan de vriendin van Sjoerd. Aan die keer dat Sjoerd met zijn knieën op het ijs zat. Net nadat hij Nederlands kampioen op natuurijs geworden was. En aan pannenkoeken. Jaren geleden stond er een reportage in Nusport over de familie Huisman. De verslaggever mocht om 4:30 's morgens toekijken wat Sjoerd naar binnen werkte voordat hij een dagje met een ijspegel in de baard op een bevroren meer in Hotsen-Knotsendam ging schaatsen. Pannenkoeken. Pannenkoeken met stroop. Pannenkoeken met suiker. Pannenkoeken met pannenkoek. Hoeveel het er waren weet ik niet meer, maar een astronomische hoeveelheid was het sowieso. 20 minimaal. Maar het kunnen ook zomaar 25, 30 of 48 pannenkoeken geweest zijn. Sjoerd Huisman, die om 4:30 in de ochtend een oneindig hoge stapel pannenkoeken in zijn holle kies stopte. Het was zoals het leven van een marathonschaatser eruit hoort te zien. Het was wat hij jarenlang deed. Wat hij nog jarenlang zou moeten doen. Sjoerd Huisman, voormalig winnaar van de West-Friese sportverkiezingen, wilde op dit podium nog veel vaker zijn prijs ophalen bij de man. Toen hij 2 jaar geleden voor zijn zus Mariska de prijs mocht ontvangen, zei hij tegen ons, misschien weet u het nog wel, volgend jaar sta ik hier weer, dan is die prijs van mij. Zo gedreven was Sjoerd Huisman. Het heeft niet zo mogen zijn. 30 december 2013 overleed Sjoerd, nog maar 27 jaar oud. West-Friesland zal altijd Sjoerd Huisman blijven gedenken.